gewoon agressief. Hij zet keuze aan tap. Zij krijgt een YouTube kanaal. Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe video van mij. Vandaag is het zaterdag en vanavond, tenminste ik ga nu naar de kapper. Ik heb mijn koffie bij me. Ik ga mijn haar laten wassen en misschien invlechten. En ik ga mijn wimpers bij laten werken. Moest eens op de club, want die hebben vandaag een wedstrijd. Dus hierna ga ik naar de wedstrijd. Ik ga naar de kapper naar de wedstrijd. En vanavond vliegen wij naar Ankara. Ik heb er zoveel zin in. Vanavond vliegen we met Hilal, Hayat, Koray, Arda, Musti, ik, Zeen enzovoort. Vliegen we naar Ankara en ik heb er heel veel zin in. En ik ga nu met de taxi, want rond dit tijdstip kan je nergens parkeerplek vinden in Rize. Wie is wakker? Wie ben jij? Ah? Wie ben jij? Wie is eruit? Zeg maar welkom bij een nieuwe video. Kijk deze. Gewoon agressief. Zee, gaat alles goed? Ja. Kom Zee. Zullen we jou eruit? Nee, niet doen. Zeg maar dag tegen jouw speen. Zeg maar dag. Tot vanavond. Als ik weer ga slapen, heb ik je weer in mijn mond. Zeg maar dag. Dag. Kom maar. Kom maar, mama's leven. Hey, mama's leven. Zeg, wat is er? Moet mama jou pakken? Zo, ik ben naar de kapper gegaan. Ik heb mijn haar laten invlechten. Even kijken of jullie het wel achter kunnen zien. En wij zijn helemaal omgekleed. Ik heb een legging aan van de Boom Boom Label. Een blazer van een boutique in de Maarse. Mijn tas van Chanel, boybag. Mijn Balenciaga's aan. Arda heeft zijn nieuwe trainingspak van Nike aan. Zijn nieuwe Nike's aan en zijn D-Squared jas. En mama heeft een staartje gedaan bij Arda. Ja. Kom, Geda en Zeen zijn beneden. Dus we gaan even naar hun toe. En daarna gaan wij lekker door naar de wedstrijd. Wij zijn nu thuis bij Deria en kijk haar uitzicht, is ook heel mooi. Want ik ga met Deria met één auto, we halen zo Hilal op en haar uitzicht is zo mooi jongens. Kara Deniz voor de Turken, dat betekent Zwarte Zee. En ja schatje, ja en Duru heeft echt een superleuke, Deria heeft echt superleuke hond. Duru is haar dochter, maar ik haal altijd de namen door elkaar. Ja, lieve hondje, Arda. Lieve hondje, hè? Ja, dikke buik, heeft die dikke buik. Ja. Ja? Mooie voeten, hè? Mooie voeten, ja. En wij gaan dus zo naar de wedstrijd. Ze spelen tegen Geuze aan tap. Als ik het goed heb. Daria, Rize plays with Geuze aan tap, right? Geurstappen, oh my god. Geurstappen. Hij zet geurzen aan tap. Wat gaan wij zo doen? Ik wil het eten. Je mag het eten van hond niet eten. Ben je gek of zo? Nee. Ben jij gek of zo? Nee. Waar is Zeen? Huis. Waarom is Zeen niet mee? Omdat Zeen wilde slapen, hè? Nou, de wedstrijd begint om 4 uur en Zeen is vandaag laat zijn middagdutje gaan doen. Hij ging pas om 1:30 naar bed en hij slaapt meestal 3 uur lang. Dus vandaar dat wij Zeen niet hebben meegenomen, want door te veel lawaai en zo wordt hij echt heel onrustig als hij slaap heeft. Dus om hem al die stress te besparen hebben wij Zeen thuis gelaten en Geda was blij, want Geda die is niet zo van de wedstrijden. Ik ben mijn pasolie kwijt. Dat is het pasje zeg maar, waarmee je de wedstrijd binnenkomt. En vorige week was ik hem ook kwijt. Toen ben ik echt met moeite binnengekomen, maar door een man van de club. En nu heb ik een nieuwe geregeld. Dus ik hoop dat hij klaar is.
jongens, ik ben hier met Hilal en met Daria. Rizespor heeft gewonnen, 1-0. Yay! En wij zijn op de mannen aan het wachten. Moesti heeft Arda meegenomen. En binnenkort gaat Daria starten met vloggen. Dus hij krijgt een YouTube-kanaal. En zodra die online is, laat ik het jullie weten wat haar YouTube-kanaal is. Vooral voor Turks sprekende meiden is het heel leuk. Want ze heeft echt een hele leuke dagelijkse leven. En ze doet heel veel in haar dagelijkse leven. Dus als je Turks sprekend bent, want ze gaat in het Turks vloggen. Want ze komt zelf uit Duitsland. Maar is getrouwd met een Turkse man uit Turkije. En zij gaat dus vloggen in het Turks. Turks. Ja. En Daria heeft ook een dochtertje. Doeroe. Super schattig. Ik vind het dus hij van een beetje leren. Jij weet? Ja, nee. Ben je nog een paar slimmerder? Hij weet, ja, nee. Ja, nee. En nou zeg het in German. Ik ben Daria. Yes. Ik ben. Ik ben die Daria uit Duitsland. Ik leef mittlerweile in Riese. Weil ich verheiratet bin und mein Mann ist aus der Türkei. Ja, ich fange jetzt auch mit einem Vlog an. Ja, waar het huis allemaal op mijn zijde. En zometeen gaan Hilal en wij gaan zometeen door naar eerst naar huis. Even een uurtje thuis. Ik moet nog laatste spulletjes inpakken. En daarna gaan wij door naar Ankara. Ik heb bijna geen jassen hier in Riese. Alles ligt in Nederland. Echt letterlijk alles. Euken zei dat in Ankara best wel koud is. Regen. En dat ik warme jas mee moest nemen. Terwijl het vandaag in Riese super warm was. Al hadden we jassen aan. Het was echt warm. Ik kon gewoon een t-shirt of een hemd onderaan. Dus ik heb hier mijn bruine coat mee van de Zara. Ik krijg heel veel de vraag waar ik deze coat heb gekocht. Maar die komt gewoon van de Zara. Of ze die nog online hebben weet ik echt niet. Maar ik had hem toen in... Istanbul gekocht, ja. Ik ben zo gek op pizza margarita. Niet normaal. Maar de jongens zijn naar beneden. Dus ik ga ook naar beneden. Deze zonnebril is zo groot. Maar ik heb hem in bruin en zwart. Hij was 1,80 euro. Nee. Tussen 1,80 euro en 3 euro was deze per stuk. Ik heb hem van AliExpress. Dus wie degene... Tenminste, als er iemand nu kent en de link wilt, dan post ik hem. Dus gewoon een reactie onderzetten van, geef me de link, zal ik de link met jullie gaan delen. Ik kan hem wel gaan posten, maar ik weet niet of jullie dat echt interessant vinden, aangezien die super, super, super groot is voor mijn hoofd. Ik moest uit, maar als je die meeneemt, dan praat ik niet meer met jou. Ik heb toch maar mijn jas omgeruild. Ik dacht in plaats van die beige, deze is wat korter, dus neem ik deze mee. Stel ik vind een andere jas in Ankara, ga ik sowieso halen en dan kan ik deze gewoon in de koffer stoppen. Dan heb ik tenminste een zomerjas straks. Want deze jassen zijn echt veel te warm nu voor in Turkije. Yay, mijn schatjes zijn daar. Het is zo grappig, we hebben twee auto's gehuurd. En wij zijn al een half uur, 35 minuten gaan rijden vanuit de airport onderweg geweest. En Arda die valt bijna in slaap hier. En Euke is ook gekomen. Ik wil jullie even wat laten zien voordat ik deze vlog afsluit. Maar het regent kapot hard. Wacht, Engin komt er ook aan. Koray en Hila en zo zeiden in Ankara heb je lekkerste entrecote broodje of zoiets, dus met vlees. En het is zeg maar gewoon zo'n afvalpunt. Dus wij dachten, Moes en ik dachten gewoon echt zo'n gebouw, weet je, waar je het gewoon af kunt halen. Maar het is gewoon zo'n, ja, we gaan, nee, ja, papa komt eraan als je kan. Maar het is gewoon zo'n kleine minibusje. Je kent toch van die busjes waar je dus ijs kunt kopen in de zomer, die busjes komen zo langs de straat rijden. Zo'n bus is het en daar kun je gewoon een ijsje. Daar kun je dus gewoon een broodje kopen en die gaan we dus nu kopen. En daarna gaan we door naar Engin en Euku en daar verblijven wij met z'n allen. Dus wij verblijven niet in een hotel. Super grappig. Ik ga het even filmen, wacht. Busje. En hier staan dus allemaal auto's. En het regent super hard, dus ik ga niet dichterbij. Maar daar kun je dus die broodje afhalen.
Oh my god, dit broodje is zo lekker. Nu snap ik echt wat hun bedoelen, hè, moest u? Niet normaal. Ik zie jou niet. Oh, daar ben je. Het is ja. Half twee. Het is gewoon half twee in de nacht. Kijk hoe druk het is. En kijk hoe druk het is. Het is gewoon echt mega druk hier, maar het is... Ik ga hem toch met mijn iPhone, dus vandaar dat hij... Wil je ook broodje, Adda? Ik zei net tegen jou, je wilde niet. En ik denk dat ik hierbij ook deze video ga afsluiten. Vanaf morgen ga ik weer opnieuw vloggen. Dus ja, hierbij ga ik deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren als je nog niet bent geabonneerd. Bye bye. Trouwens, mijn broodje ziet er zo uit. Hahaha.